Oké, zoals we zien wordt er gevraagd, wat heb je gedaan om af te vallen? Je ziet er goed uit. Als eerste, bedankt. Als tweede, stress en ook gewoon omdat ik eigenlijk echt al op mijn eten let. Bijvoorbeeld, nu 's morgens eet ik zo puur yoghurt met appel, maar je kan dat ook met andere fruit doen. Of dit heb ik dit op dit moment. En dan 's morgens pak ik ook nog gewoon water met zo citroen. Ja, dat dus. En ja, ik pak zo één flesje, maar ik kan ook gewoon een glas doen. En ik pak een flesje, omdat anders nog allemaal dingen gaan vuil maken in citroensap, dus daarom. En dan 's middags ga ik ook tonen wat ik eet. En dan 's middags eet ik soms gewoon twee sandwiches, that's it. Oftewel, meestal, in ieder geval in het weekend en 's avonds, als ik thuis kom, eet ik gewoon zo pasta's, waar er van alles al in zit. Deze kleintjes of zo, die grote. En meestal met scampi's of gewoon andere dingen. Die met kip eet ik niet zo graag, maar ik eet ze wel. En ja, ik mag wel zoveel koeken en snoepen eten, wat heel raar is bij mij. Want daar verdik ik niet van. Maar dat is gewoon, dat is dus wat ik dat op een dag eet. En zoals ik al zei, ook redelijk veel door de stress. Maar kijk, ik ga nu even beginnen met te drinken. In ieder geval heb veel mensen die het op hun eigen manier doen. Dus bij mij werkt dit. Maar het kan goed zijn dat het bij andere mensen niet werkt. Dus eigenlijk moet je een klein beetje kijken wat ja, eigenlijk helpt. Dus ja, ik kan mijn tips meegeven. Maar of dat ze gaan werken bij jou, dat weet ik niet. Want iedereen gebruikt andere dingen. En je kunt ook voor mager shakes doen. Gelijk maaltijdvullers. Dat heb ik vroeger ook gedaan, maar dat zou ik pas doen als ik geen ochtendeten eet, wat ik wel doe. Dus dat vind ik maaltijdvervangers zelf niet zo een prettig gedoe. Want meestal als je ze in een flesje koopt, zijn ze lekker, maar als je ze apart koopt, zijn ze echt vies. Nee, vind ik. En soms ook gewoon zo volkoren wraps of gewone wraps met zo sla en dressing en andere groenten. Dat vind ik ook wel eens leuk als ik geen zin heb in sla alleen. Bijvoorbeeld een keer wraps en een keer sla. Kan ik afwisselen. Persoonlijk ook echt iets voor mij. Dus ja.